Ja, maar vooral hier dat ik start met vliegen, moet ik hier een goede opstart- en landingsplaats vinden, natuurlijk met mijn YouTube-landingspad. Dat kan perfect hier. Hè. Zo, de perfecte locatie. Goedemorgen iedereen, op een nieuwe dronevlucht hier te Zeeland. Het is altijd spannend van een dronevlucht te doen om even nog de omgeving te bekijken, de fietsroutes en zo verder. Ja, het is even 8 uur in de ochtend, hier de prachtige zonsopgang die al gedeeltelijk aanwezig is. Ja, de top hier van de bomen, ik ben nu aan 20 meter hoogte, dus goed om te weten, meer dan 20 meter hoogvliegen en mijn locatie hier, dat is tussen de N290 en Vogelwaarde, dus laten we zeggen midden in Zeeland, op een vanaf deze locatie hier toch al een tiental kilometer van Hulst. Dus begin van Vogelwaarde, eindpunt is een achttal kilometer. Ik zeg Vogelwaarde heeft een breedte van 2 kilometer, alleen een lengte. Prachtig panorama, het is altijd bijzonder in de ochtend om hier te gaan fietsen, te gaan wandelen. Het 360 panorama tonen hier, dus hier de baan verder naar de N290. Ja, deze kant een ga je naar Zaamslag, over een viertal kilometer bij je. En dus langs hier een kleine kilometer voor Vogelwaarde. Er nu ook een wagen af, dus die gaat de richting van de N290. Nu ga ik even enkele honderdtallen meters verder vliegen tot de Bossestraat. Vanaf de Bossestraat hier mooi in beeld. Het is momenteel op een hoogte van 30 meter. 40. 50. Ja, het is wel een hevige wind momenteel. Dus het blijft op 50 meter. Toch wel een pracht van een beeld hier. Terug een wagen die vertrokken is richting N290. Dus waarschijnlijk richting voor Zaamslag en Terneuzen. Voor Hulst ga je dus feitelijk eerst door de Bossestraat, het volledige eindpunt, en dan ga je ook naar de N290 richting Hulst. Dus hier nogmaals die route op een andere locatie.